Hallo allemaal en welkom bij deze vlog. Vandaag gaan we weer naar een ander museum en we gaan vandaag naar het Rijksmuseum. Voor mij is het nog wel eventjes een eindje reizen, dus ga lekker met me mee in de trein en dan zijn we zo bij het Rijksmuseum. Nou, we zijn eindelijk bij het museum. We gaan er nu snel in en dan gaan we kijken wat voor mooie dingen we zien. Nou, we gaan nu naar de eregalerij, waar bijvoorbeeld ook de Nachtwacht staat en Johannes Vermeer. En ik ga het je allemaal laten zien. Ik heb er heel veel zin in. We staan nu bij een paar schilderijen van Jan Havix Steen. Hij was altijd heel erg goed in het maken van portretten en schilderijen die heel erg rommelig eruit zagen. Huishoudens die bijvoorbeeld heel erg rommelig waren. Je ziet gewoon de lawaai die misschien het schilderij heeft gecreëerd of het gezin wat op het schilderij staat. Ik zal het je wel laten zien. Ik sta nu tegenover een van mijn favoriete schilderijen van bloemen. Vroeger maakten ze schilderijen van bloemen, omdat ja, als je echte bloemen ging kopen, na een tijdje gingen die verwelken. En als je schilderij van bloemen in huis haalde, dan had je daar helemaal geen last van, want die bloemen die gingen niet verwelken. Het leuke van dit schilderij is dat elke keer als je er langer naar kijkt, zie je steeds meer insecten. Er zijn allemaal insecten zijn door het hele schilderij heen verwoven. Jan de Heem maakte dit schilderij. Hij maakte het omdat hij leerde stillevenkunst te maken. En daarnaast vond hij het heel erg mooi om in detail de natuur te laten zien. Bloemen, stilleven en dan ook nog insecten door het hele schilderij heen. Wat wil je nog meer? Dit schilderij heet De Liefdesbrief. Wat het leuke was van Johannes Vermeer, hij maakte een soort van filmscènes. Je kan zien dat er iets is gebeurd in het schilderij en je vraagt je af hoe het eigenlijk is afgelopen. Als je kijkt naar de liefdesbrief, zie je een dienstmeisje wat een brief brengt naar de vrouw waar zij voor werkt. En haar blik is van, wow, die brief is voor mij. Misschien is het wel van iemand waarvan ze heel veel houdt of is ze er juist heel erg van geschrokken. We weten het niet, maar dat maakt het leuk en daarom maakt het ook leuk om over dit schilderij te praten. Waar zou jij denken dat het scène verder over gaat? Ik kan je niet vertellen hoe dicht we nu bij de Nachtwacht staan. Het is echt geweldig. Super dichtbij. Zoals je kan zien staat de Nachtwacht nu achter glas. We zijn namelijk de hele Nachtwacht zijn ze aan het restaureren. Kijk, als je hier zo achter me kijkt. De hele installatie. Ik kan echt genoeg vertellen over de Nachtwacht. Het is een prachtig schilderij, een heel groot schilderij. Iedereen weet natuurlijk dat het een heel groot schilderij is. Maar er zitten zoveel kleine geheimtjes in. Ik heb al geprobeerd er een paar te vinden voor je, maar als je nou op de Rijksmuseum website gaat kijken en zoekt naar de Nachtwacht, dan kan je de Nachtwacht van heel dichtbij bekijken. En dan kun je wel zien dat er heel veel geheimen zitten in de Nachtwacht. Rembrandt van Rijn was natuurlijk iemand die bekend was van het licht en donker, het clair obscuur. Hij kon supergoed licht en donker schilderen en dat zie je ook terug in zijn werk. Sorry dat ik je filmpje onderbreek, maar toen ik bij Maarten en Oopje stond, was er zoveel lawaai en was het een drukke rij dat ik dacht, weet je wat, ik film het eventjes achteraf. Maarten en Oopje zijn twee hele bijzondere schilderijen. Daarom staan er ook zoveel mensen voor. Maar waarom zijn ze zo belangrijk en zo bijzonder? Vroeger in die tijd was het eigenlijk niet heel erg normaal dat je van top tot teen een schilderij liet maken. Want dat kostte simpelweg gewoon veel te veel geld.
Maar deze Maarten en Oopje waren dus blijkbaar zo rijk dat ze dat wel deden. Het mooie van deze schilderijen is dat je ziet dat Rembrandt graag een soort beweging in het schilderij wou creëren. Dat is misschien wel gek om te zeggen, want een schilderij staat gewoon stil. Maar als je bijvoorbeeld goed kijkt naar hoe Oopje, de vrouw, haar jurk vasthoudt, alsof ze bijna gaat stappen. Zoals Maarten zijn handschoen nog vast heeft, alsof hij het bijna laat vallen. Je ziet dat er iets gaat gebeuren in het schilderij. En dat was ook heel erg kenmerkend, heel erg bekend bij Rembrandt, want dat deed hij wel vaker. Hij schilderde mensen en je had wel gelijk het idee van, oh, er gaat hierna iets gebeuren. En je kon het eigenlijk al een beetje weten. Nou, en nu weer terug naar je echte video. We zijn nu aanbeland in het gedeelte over de middeleeuwen. Je ziet vooral heel veel christelijke kunst. Dit had ook natuurlijk een reden, want heel veel mensen in die tijd konden niet schrijven en lezen. Waardoor bijbelverhalen zo over hun hoofd heen vlogen. Ze wisten niet waar het over ging. Dus wat deden ze? Ze maakten beeldhouwwerken, ze maakten kunstwerken, schilderijen, zodat mensen toch bijbelverhalen binnen zouden krijgen. Het portret wat je net ziet, of portretten, waren van twee mannen. Een vader en een zoon. Als je goed kijkt voor hun, zie je dat er een passer en wat bladmuziek ligt. Het verraadt eigenlijk al wat voor beroep ze uitoefenen. Eentje was muzikant en de ander was architect. Ze gebruikten vaker symbolen voor mensen om te laten zien wat voor beroep deze mensen op de portretten hadden. Wat voor symbool zou bij jou passen? In het museum ga je ook heel veel koeien tegenkomen. Nou, waarom nou juist koeien? Uiteindelijk werden koeien echt gewoon het Nederlandse beeld. Als er een koe op stond, dan wist je het gaat over Nederland. Soms maakten ze ook wel van die kleine tekeningetjes die dan bijvoorbeeld gingen spotten met Nederlanders. En dan werd Nederland altijd afgebeeld als een koe. Zoals je kan zien staat het Rijksmuseum achter me en zijn we het Rijksmuseum uit. Ik vond het super leuk om je mee te nemen. Ik hoop dat je zelf ook een keertje naar het Rijksmuseum gaat, want zoals je kan zien staan er super mooie dingen in het Rijksmuseum. En weet je er zelf nu ook een beetje van, doordat je deze vlog hebt gekeken. Tot de volgende keer, doeg!